Porsche Panamera. Ja, die kennen we. Nou, dat klopt. Die kennen we inderdaad. Een tijdje geleden gereden met de diesel. Nogal een indrukwekkende machine. Er is nu een hybride van, een hybrid. Die staat hier, culade en zo. Ja, leuk, dat was ook al van de vorige Panamera een hybrid. Maar dan komt het, want er is best wel wat meer over te vertellen. Als je goed kijkt, is die tamelijk lang. Hè? Er zit nogal wat ruimte tussen die voorwielen en die achterwielen. Dit is de executive versie. Dus bedoeld voor degene die denkt, ik zit liever achterin. Liefst rechts achterin dan. Dat daar is de CEO-variant. Nou, er komt er nog veel meer. Er komt een echte hybrid. Deze is ook echt, maar ik bedoel met echt eentje die ook nog een beetje vooruit wil. De turbo-variant. Dat is een soort van performance hybrid. En er komt er meer. Er komt meer. Want deze auto noemen ze intern Gran Turismo. Waarom doen ze dat? Nou, dat is vrij eenvoudig. Dat is omdat er ook een sports Turismo komt. En dan moet je weten dat ze een redelijke kapitale fout hebben gemaakt bij de eerste Panamera. Die auto was alleen maar leverbaar met twee stoelen achterin. Dus als jij toevallig drie kinderen had, had je niks in die auto. Liet je hem staan. Deze heeft opnieuw twee stoelen achterin. Maar die Sports Turismo, dat wordt een shooting brake. En die shooting brake krijgt, je voelt hem aankomen, drie stoelen achterin. En dat wordt dus eigenlijk een beetje de gezinsversie. En daar zijn we er nog niet, want er is nog meer. Er is nu ook een Porsche Panamera. Dus zonder toevoegingen, niet executief, niet S, niet dit, niet dat. Nee, gewoon Panamera. Dat is degene met de zes cilinder. En die wordt dan ook leverbaar met alleen achterwielaandrijving. En dat is dan dus zeg maar de begin Panamera.